Het is zaterdag 28 september, vandaag de tweede radiotalentendag hier in het gebouw bij 538 en Slam FM. 20 talentvolle radiomakers zijn vandaag uitgenodigd om het vak van dichtbij mee te gaan maken. Iets te leren, iets op te steken in de hoop er uiteindelijk een geweldige baan aan over te houden bij 538 of bij Slam. Igmar, jij hebt vorig jaar meegedaan aan de talentendag. Inmiddels weet je te horen op Slam FM, heb je afgelopen zomer de avondploeg overgenomen. Heb je nog een goede tip voor beginnend radiomakers? Nou, vooral jezelf blijven, denk ik. Het enthousiasme van radio, dat vond ik vorig jaar heel erg, ondanks dat je zo zenuwachtig bent als wat, want dat had ik zelf heel erg. Maar vooral blijf jezelf en heel erg enthousiast over het radio maken. Oké, nou hopelijk kun je iets met deze tip. Gaan kijken naar de Radiotalentendag 2013. Ik ben Danny Simons en ik vond mijn demo-opname best wel goed gaan. Volgens mij ging alles wel lekker, zeg maar, op een klein schoonheidsfoutje na. Net feedback gehad van Mark Labrand, 538DJ. En hij was best wel positief, dus dat gaf hem wel een goed gevoel. Hallo, ik ben Floris Hulleman, ik ben 20 jaar. Ik doe mee aan de New Talent Day van 538, omdat ik al sinds mijn 12e achter mijn laptop radiootje aan het spelen ben. En uiteindelijk hoop je ook iets leuks mee te kunnen doen. Of het voor de microfoon is of achter de microfoon, maakt me niet uit. Net demo opgenomen, nou, ging wel aardig, kan altijd beter, maar... Ja, zeker tevreden. Mijn naam is Marion Lucius. Ik heb me hiervoor aangemeld omdat ik gewoon ontzettend graag radio maak. Er is eigenlijk niks wat ik liever doe. Dit is het enige waar ik echt ontzettend blij van word en wat me nog steeds niet verveelt. Ik heb zojuist de demo opgenomen, wat heel erg leuk was om te doen. Het ging niet helemaal volgens plan, maar ja, dat is radio. Dat moet natuurlijk wel spontaan blijven. Het was in ieder geval geweldig om te doen. En ik hoop dat hij meer achterweg komt. In ieder geval een hartstikke leuke dag. Nou, ons is dus gevraagd wat wij van vandaag vonden. Ivo, wat vonden wij ervan? Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik vond het heel leuk. Ik vind het heel leuk om te merken dat er talent loopt in Nederland. En dat er mensen zijn die van radio houden en die er ook helemaal vol voor willen gaan. Ja. Wat jij? Nou, precies hetzelfde. En wat ik vooral heel erg leuk vond, was dat ik bij bepaalde jonge talenten ook heel veel van mezelf herkende. Enorm enthousiasme, graag op die knoppen willen rammen, graag verhalen willen vertellen. En het hoge piepstemmetje. Dat vond ik heel mooi om te zien inderdaad. En het was af en toe ook een beetje alsof ik mezelf 10 jaar geleden zag in de spiegel. Maar het enthousiasme was echt hartverwarmend. En ik ben erg benieuwd wie er uiteindelijk uitgekozen worden en die op 538 hits dan terechtkomen. En ik zou het onwijs leuk vinden om die hier binnen de 538 groep te zien groeien de komende jaren. In ieder geval talent genoeg. Talent genoeg, we kunnen met pensioen. Ja, we zijn tenslotte al eind 20, dus dat is echt super oud natuurlijk. Alle video's en fragmenten check je op 538gemist.nl.